Shit, what the fuck is dit? Oh ja, we zijn er alweer. Oh, oké. Okay. Eindelijk ben ik online. Nee, het is niet online. Ik ben alleen in mijn eentje. Milan kan niet joinen. En daarin is het weer gewoon een beetje veel suffe dingen te doen. Dus oké, okay, beste mensen. Welkom bij deze GoodCraft Survival video. In mijn eentje. Dit voelt echt niet goed. Oh my god, had je die bom weer van Milan? Nee. Ik ga zo achteruit de trap af. Vandaag wordt het eens, denk ik. Oh, wacht. Boompje wordt weer kleiner. Alsjeblieft. Maar ik heb al een beetje naar mijn video's gekeken en ik. Oh, shit. En ik merk dat het geluid eigenlijk van het spel. Van de spellen zelf. Dus als ik bijvoorbeeld hier voetstapjes hoor. Dan komt dat iets later bij het spel. Allee, bij het spel zelf. Dus dat vind ik een beetje raar. Hier is mijn huisje. Heb ik gebouwd. Bijna nog nooit in geweest. Ja, echt. Meen het. Bijna nog nooit. Trouwens. Ik ga jullie iets vertellen. Wat er zelfs niemand weet van Darlene of zo. Niemand weet dat. Milan weet dat ook nog niet. Oh shit. Bel je weer dichtgemaakt. Wat? Zat die mijn hond hier nu tussen? Oh shit, dat is de verkeerde kant. Nee, laat me er nu weer uit. Oké, kijk. Zoals je ziet, heb ik hier normaal een geheim kamertje gebouwd. Maar dat is wel een beetje verouderd. Wat hoor ik nu? Hoor ik nu steeds mijn honden? Trouwens. Ik zal u laten zien wat er gebeurt als je een hond slaat op GoodCraft. Die valt nu fucking gewoon aan. Dus ze van, ik ga hem slagen, ik ga hem slagen. En dan gaat hij weer slagen. Kijk, hier zit ik weer chillen in mijn geheime kamertje. Maar ik wil naar boven, maar dat durf ik niet. Oh, jawel, ik kan naar boven. Ik kan naar boven. Ik durf het. Ik durf het. Oh my god, ik heb daar mijn golden pickaxe. Die keer op kapot is. Fuck you. Fuck you very, very much. Paintball. Oh my god. Daarom had ik zo'n survival geraakt. Echt niet naar boven. Hoe moet ik dat hier oplossen? Ah, we zullen... Wat? Huh? Wacht, we zetten hier gewoon een blokje. Ik spring, ik zet een blokje. Ik zet daar een blokje. Oh, wacht, ik spring, ik zet een blokje. En ik heb geen blokjes meer. Wauw. Goed gedaan daarvoor. Nu heb je geen fucking één blokje meer. Kan ik een blokje maken? Nee, ik kan geen één fucking dom blokje maken. Zijn hier... Ah ja, goed bezig daar, jongens. Waar ook, ik had gemined. Waarom ben je ook soms toch zo slim, manneken? Ah, maar ik... Gosh, oh. Maar nee, ik meen het. Soms mine ik echt gewoon uren met mijn zus. En soms haat ik mijn zus echt uren. Ja, soms, ja, bijvoorbeeld nu, die speelt niet eens mee. What the fuck? Nee, haat ik jou uren. Kom, we gaan eens naar boven. Maak je bedje met wat uit. Oké, even kijken. Dus dan hebben we hier mijn Jackie Jackie. Dan hebben we hier mijn chesten die nog helemaal leeg zijn. Omdat ik er nooit fucking in de duis ben. Wow, maar wat kunnen we allemaal maken? We gaan gewoon een pakje hebben. Wat heb ik eigenlijk aan? Ah, trouwens, dit is mijn mannetje. Peace. Dus zouden we iets aandoen? Even kijken, wat kunnen we kopen? We kunnen vooral diamond en golden dingen kopen. We kunnen 7 diamond blokken of 7 golden blokken. We kunnen een golden apple. 16 golden sokken, 16 diamond sokken, 8 diamond packs, 8 golden packs, 12 golden hoeden, 12 diamond hoedjes, 9 golden broekje, 9 golden broeken en 9 diamond broeken. En we kunnen zo nog iets speciaals en al. Wacht, wat moet ik hiervoor hebben? Oh, 3. Oh, maar daar heb ik niet die staafjes.
Dat is helemaal niet erg, dat is helemaal niet erg. We gaan naar boven. Dan heb je hier, zoals je zag in altijd de vorige video's, mijn... Oh, shit. Oh, fuck, dit haat ik. Ik haat die reclame zo erg, hè. Erg, heel erg. Hoe lang ben ik al bezig? 5 minuutjes en al. Oké, maakt niet uit. Dus kijk, hier zie je dan mijn vuil zwembad met groene blokjes gemaakt van mijn winkel. Heel mooi ook wel weer. Jump, 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 jump. Ja, mooi zwembad heb ik ook weer. Ja, ik heb er net, toen ik kwam in Milan mijn video opnemen, heb ik gewoon de kaarsjes nog een beetje... De kaarsjes opgezet voor de avond. En ik heb er ook een paar kaarsen naast gezet. Ah, hier zijn die blokjes warme koeken. Fuck, waar moet ik koeken hebben? En we zullen allemaal de fakkels hier zetten, wat ik hier heb. Deze één fakkel, dit fucking ding. Zwaard, hier mijn appel. Oh nee, wacht, mijn kippetje. Oh shit, pak mijn appel maar. En dan mijn kippetje daar. En dan pak ik een koekje. Dan zet ik dat hier ook. Mijn god, mag ook daar. Ik zal straks nog een paar diamonds maken of zo, weet ik veel. Oké, dus wat moeten we doen? We moeten... Nee, zin. We gaan even gewoon een cookie eten. Nom, nom. Weet je, ik ga dit even op pas zetten. En dan zien we mij straks weer terug in mijn grotje. Come back, me bros. We zijn nu in mijn grotje. We zijn nu bij mijn grotje. Dus hier heb je de diamond chest. Hier heb je de maker chest voor belangrijke dingen of wapens maken. Hier heb je de, weet ik veel, kleding chest. Maar ik ga me niet aankleden, dus sorry. Hier heb je de van alles wapens set, chest waar ik niet heb afgewerkt. En hier heb je de golden chest waar ik ook niet echt iets al afgewerkt. Hier heb je de van alles chest met hier eindelijk golden apples. We gaan even een golden apple. Ah, oh, zalig. En daar heb je mijn eerste digilithicorder. Oei, oké. En dan heb je hier... Ja, dat heb ik helemaal zelf moeten doen. Wie is hier het meeste online op dit land? Momenteel ben ik het. Maar daarna is denk ik mijn zus. En Milan is hier helemaal niet echt meer vaak op. Oh, ja, vooral omdat ik erin kan... Ik heb heel veel hierop gespeeld. Ik heb heel veel moeten werken. Mijn zus, die werkt hier helemaal niet vaak op. Ik wel, want wij minen. Kijk, hier zie ik ook aan de grijze blokjes en golden apples. En vooral die pickaxe. Dat ik heel veel mine. Oh, wacht. Mijn zwaarden die gebruik ik niet echt vaak. Maar ik mine wel heel vaak eigenlijk. Dus daarom zag ik ook bij die grijze chest. Wacht, moet ik er even naartoe gaan. Kijk, hè. Bij die chest waar allemaal gereden. Oh, what the fuck. Nee, ik moet geen appel eten. Of ja, ik heb toch een beetje honger. Voilà. Dus kijk, hè. Bij die grijze chest is allemaal grijs. En dat heb ik allemaal moeten minen. Ik heb er allemaal grijs dingen van gemaakt. Je ziet ook dat er heel veel... Nee, pickaxe in zitten. Hier heb ik ook een paar diamond dingen. Want ja, ik had ook een chest waar ik wel diamond spullen moet instoppen. Hier ziet je ook mijn diamond pickaxe. En dat heb ik heb heel veel dingen op survival gemaakt, ja, terwijl het ook eigenlijk op create kan. Maar ik ben meer een survivaler dan een creator, zo lekker als Milan. Milan is een creator. Ik heb hier ook op dit hele land heel veel create. Dus, ja, zoals je ziet, maakt niet uit eigenlijk. We gaan eerst naar mijn bekende grotten van mine. Waar zitten die? Ja, hier is. Dat is de grot bekende mine 1. Hier heb ik heel veel gewoon random ingemined. Die andere grot... oh shit, kijk. Hier, dat bedoel ik dus. Hier zie je dus allemaal... Gewoon kool... Weet ik veel wat dat is. En dan mine ik eigenlijk heel graag, want... Ik ben eigenlijk op zoek naar diamonds. Ja, diamond dingen, dat vind ik niet zo heel vaak. Ik heb er maar één keer op... Een paar keer op survival gevonden. En dat was dan wel echt, oh fuck, nu heb ik hier geen blokken en zit het lelijk stuk. Meestal maak ik mijn grot een beetje mooi, dus... Zoals je gezien hebt bij die vorige grot. Dat is niet vanzelf gekomen, dat is niet van pief, poef, paf, wauw. Dat heb ik eigenlijk gewoon liggen minen, zodat het een beetje mooi was. En dan heb ik daar een huis in gemaakt. Omdat dat toen, ja...
nou weet ik veel. Dat van, hé, deze grot is mooi en hier zijn toch geen zombies, want soms zijn ze daar zo'n spawner in een grot. Oh, weer een kut video, hè. Dat haat ik dus. Kijk. Hey, baby. Wauw, zo prettig, joh. Gosh. Oké. Okay. Dus wat ik je zeg, ik heb heel veel mining in deze grotten. Hier zijn fucking veel gangen waar er fucking niets te doen is. Dus het zijn eigenlijk gewoon minegangen. Vooral als ik denk van, hey, kan je nog eens een paar blokjes gaan minen? Ik mine ook heel veel. Van die crafting gewoon mijn hand pakken. Kijk, hier zie je ook allemaal die gangen. Ah, hier is nog kool. Wel, dus ik wacht eigenlijk totdat er zo dat er een keer diamond vindt. Kijk, overal gangen, jongens. Overal. En er loopt eigenlijk gewoon allemaal rondjes en achtvormige dinges. Kijk, hier loopt dat dus door. Dood. Dus kijk, hier kan ik bijvoorbeeld gewoon gaan minen. Maar daar heb ik nu geen zin in een video fucking gaan minen. Kijk, hier loopt dat ook dood. Soms kwam ik gewoon vanuit boven van, oh, ik zie hier kool of zo. En dan ga ik hier graven. Oh, ik zie dit, ik zie dat. En dan ga ik hier graven en dan beland ik hier in dezelfde grot. En denk je van, oh, ik maak hier allemaal rondes van waar ik kool en al zie. Diamond. Gold heb ik bijna. Heb ik nog nooit leven van hier. Ik ga even wel minen. Het leven van miners. Nooit verstandig. Geen tip van Dario. Dario's tips zijn. YOLO. Rol. LOL. Ha. Dat waren Dario's en tips. Heel grappig. Oei. Wauw, nu zit er hier een gat in de vloer. Wauw. Ik heb ooit eens gewoon fucking heel veel kool en al gevonden. Voilà, hier hebben we dan bij de grotje. En hier zien we dan de eerste keer. Oh my god. Ik heb heel veel gangen hier, echt waar. Niet normaal, echt niet normaal. Trouwens, ik heb hier eigenlijk een plateautje gemaakt. Dat ik kon te lopen, dat ik naar daar kan en dat ik naar mijn huis kost. Want mijn huis was hier toen nog niet, maar ik heb hier gewoon een plateautje gemaakt dat ik naar boven kostte. En wauw. Nou heb ik in mijn leven. Kijk, als je nu naar beneden zou vallen, heb ik hier een trap gezet. Maar dat is ook een beetje mislukt. Ik weet niet waarvoor dit hier is. Dus dat gaan we ook maar even snel vernietigen. Ja, er zijn soms echt wel heel veel dingen gewoon kapot gegaan. Of ja, heel veel bloopers zijn er ook wel geweest. Kijk, mooie. Ja, ik ga zeggen. Ik denk dat dit wel de video was. Dus hopelijk hebben jullie genoten van deze kleine rondleiding en mining. Wat moet ik zeggen? Kijk, dat kunnen we dus ook maken. Dat is heel mooi. Die straal ik kei hoog. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben. De volgende video zal misschien ook nog eens solo worden. Er komt nog steeds een Roblox video. Maar mijn neef heeft een beetje vertraging met zijn tablet. Dus ja, momenteel had ik hem er net nog aan de lijn. En alleen aan de telefoon. En hij zei, bladie, bladie, bla bla bla. Ik kan geen Roblox kutzooi. En Goodcraft kan ook niet. Momenteel is het echt allemaal. Maar allee, ik hoop dat we dan de volgende video tenminste nog iets kunnen doen. Oh my gosh. Oh my god. Maar sommige dingen hier van mijn kerstland is helemaal niet afgewerkt. Dit noemt kerstland omdat er kerst hier staat. Maar kijk, hier hebben we bijvoorbeeld ook gewoon nog een. Hier heb ik ook heel veel gemined. Ik heb heel veel gemined eigenlijk voor allemaal blokjes te krijgen. Voor. Ja, ik weet niet, voor gewoon dingen prachtiger te maken, mooier afgewerkt. En binnen een paar jaar kan ik dan eigenlijk heel mooie dingen gaan bouwen. Maar dat is misschien binnen een jaar maar. Want kijk, heel dat land moet ik nog afwerken, want hier had heel veel raar dingen. En hier het boompje van Milan. Groei niet meer, ik haat je boompje. Groei alsjeblieft niet. Goed, dit was de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ja, wauw. Ja, oké. Dag, ciao, bla 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 bla. Dag.